Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we een ander soort videootje. Zoals je ziet zijn we sowieso al met een ander soort voertuig dan dat we normaal zijn. We hebben op dit moment een LZV bij ons, een trekker, trailer en daarachter nog een trailer, zou ik maar zeggen. Ik ben eigenlijk wel een beetje gespannen, want ik heb echt nog nooit hiermee gereden. Ik weet ook niet wat we gaan doen en wat mij te wachten staat. We zijn wel met de Volvo, want die heeft de meeste kracht om dit te trekken. Met een Daffy of een Scania gaat dat natuurlijk ook wel. Laten we eens eventjes kijken naar de Volvo. Wat we precies allemaal erop en eraan hebben zitten. Ja, zoals je hem kent, met het interieur en gewoon hoe die er eigenlijk altijd uitziet. Ook weer met dat witte stuurtje zo. Die draait ook mooi mee. Dus dat is hartstikke mooi. De velgen. Ik heb de velgen laten aanpassen naar de kleuren van onze skin op de auto. Dus ze zijn rood. De moeren, zeg maar, die zijn bruin. En datzelfde geldt voor de achterste. En voor de aanhanger en de trailer ook. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, wat ik al zei, ik heb echt nog nooit met zo'n voertuig gereden. Dus het is eigenlijk wel een hele grote uitdaging. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd of het allemaal wel goed gaat komen. Ik weet niet waar we heen gaan. Ik weet niet wat we gaan lossen. Het enige dat ik weet is ja, dat het heel spannend is. Dus laten we snel naar binnen gaan, jongens. Nou, zoals je ziet, nog steeds hetzelfde interieur en het vrouwtje is mee. Ik heb voor de mensen die opletten en wel vaker kijken, het witte verlichting om laten bouwen naar rood. En de accessoires van onze eigen VTC is iets aangepast. Gewoon ZT en dan Zandtrans. ZT staat natuurlijk voor Zandtrans. En de koffiemok, die is nu leeg, maar wellicht gaan we zo meteen even ergens koffietje halen. En we hebben Zandtrans op het stuur. Dus dat is hartstikke mooi, jongens. En als we eens even achteruit kijken zo. Oh, dan zie je wat voor lengte erachter hangt. En wat voor geluid deze Volvo heeft. Voorheen had ik standaard geluid van de Volvo. Ik heb nu een dubbele pijp achterop laten zetten. Dat kun je nu wel zien. En het was dus ook een optie om een ander geluidje erin te zetten. Dat hebben we gedaan. We kijken eventjes op de digitale wegenkaart waar we heen gaan. Nou, we beginnen in Manchester bij de LKW. En dan gaan we een stukje snelweg op. De M6. Ik wou zeggen de A6, maar hier is het de M6. En dan gaan we eigenlijk bij het eerstvolgende dorpje gaan we eraf. En dan komen we bij Houwes. En dan komen we bij de E-Acres. Nou, over het algemeen weet ik dat de E-Acres een boertje is, een boerderij. Dus dat belooft wat, jongens. Ik zou zeggen, blijf vooral kijken, want dit kan wel eens hilarisch worden hoe ik met dit voertuig die vracht ga wegbrengen. Dus nou, laten we snel gaan vertrekken, jongens. Doe jullie gordels vast en let's go. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Ik weet ook niet hoe dat ding draait en sla doet. Links af. En in het voorstukje heb je eigenlijk al kunnen zien. Hé, hey, daar gaat een collega, jongens. Ja, die, ja, ja, daar zie je hem gaan. In het voorstukje heb je eigenlijk al kunnen zien dat ik gelijk de fout in ga. Ik ben natuurlijk hartstikke gewend om ja, gewoon net als in Nederland daar in te voegen, maar dat gaat dus niet. We moeten hier links rijden, dus dat is even wennen sowieso. Dus dat was eigenlijk al gelijk om te lachen toen je naar deze video begon te kijken. Maar we gaan het nu beter doen. Nou, volgens mij doet de aanhanger redelijk volgen. Dus dat wil zeggen dat ik denk ik niet te veel rekening hoef te houden met bochtjes. Sla nu af. Natuurlijk wel iets, maar het is niet zo dat hij helemaal naar binnen loopt. Kijk, maar hij draait er wel redelijk gewoon netjes achteraan. Achteruit rijden. Ik hoop echt niet dat we vandaag achteruit hoeven te rijden, want dat gaat sowieso niet goed komen.
Want net wat ik zeg, ik heb eigenlijk nog geen LZV-certificaat. Dus eigenlijk mag ik dit niet doen. Maar de noodbreekwet, wanneer het niet anders kan. Wel is mij verteld, voordat ik hier opstapte, van rij altijd voorzichtig, ook met bochten. Want je hebt natuurlijk veel meer lading en het is... Je hebt veel meer risico op kantelen omdat je zwaarder bent en dat soort dingetjes. Om nou hier 50 te rijden, dat gaan we niet doen. We gaan hier wel gewoon lekker 80 rijden, collegaatje rechts. En ja, in de bochten zal ik wat meer motorremmen of gas los gaan laten. Alles wat nodig is, gaan we doen. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Om deze rit veilig van A naar B te brengen. Nou, we gingen net al bijna de vangrail in. Ik zat weer eventjes niet op te letten. Nou, we moeten hier wel een beetje gang houden, anders komen we misschien niet meer omhoog. Dat is ook net niks. Dan zetten de cruise control op 80, 81 en ja, dit is een stukje snelweg en volgens mij houden we ook snelweg totdat we weer bij het dorpje aankomen. Het was een kleine 225 kilometer rijden dat ik even gauw zag, dus dat is natuurlijk niet de andere kant van Engeland, jongens. Even kijken hoor, nou, we moeten hier links aanhouden, laten we dat ook gaan doen. Cruise control eraf. Route herberekenen. Nou, ik moest dus daar achter die rooi aan, helaas. Ja, je kan merken dat ik een beetje gespannen ben om dit te gaan doen, want het loopt allemaal niet zo als het had verwacht. Ik ben een beetje aan het slingeren en ik rij een beetje verkeerd. Ik ben niet echt aan het opletten, maar dat kan ook door de spanning komen. Dus sorry daarvoor, blijf jongens. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Misschien dat jullie het wel begrijpen. Daar hoop ik dan maar op. Neem de linkerafrit. Gelukkig hoeven we niet heel ver om te rijden. We moeten straks hier wel links over de rotonde natuurlijk. Kijken hoe mooi het aanhangertje er achterdoor draait. We moeten toch wel ietsjes ruimer de bocht nemen. Zo dadelijk links afslaan. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik een keer met de LZV op pad mag sowieso. Want ja, trekker oplegger is natuurlijk ook maar een trekker oplegger. Alleen ik hoop echt niet dat ik bij de Euroacres, zo heet dat volgens mij in de volle mond, dat ik daar achteruit moet gaan inparkeren. Want dan kan ik je nu al meegeven dat dat ellende gaat worden. Dus ik hoop eigenlijk dat soepeltjes zal verlopen. Blijf rechts volgen. Zolang we recht doorgaan en er komen geen bijzondere bochten, dan heb ik eigenlijk wel vertrouwen in deze rit. Dat dat goed komt, dat er geen gekke dingen gaan gebeuren. Maar ja, het staat er wel onbekend dat ze in Engeland ook wel veel smalle stukjes hebben. En vooral ook in die hoek waar ik naartoe moet. Dus ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, jongens, wat voor ellende we meekrijgen straks. Ik heb natuurlijk een collega, of nou ja, natuurlijk, dat weet jij niet, maar... Ik heb een collega gebeld, die is daar al een keer geweest.
Toen heb ik gevraagd van, joh, dat adres bij die boer in Houwes. Ik weet trouwens niet of je dat goed zegt, Houwes. Laten we het daar maar op houden. Die jongen die heb ik gebeld en ik zeg, joh, dat adres daar zo, hoe zit dat? Hij zegt, ja, er zitten wel wat krappe stukjes bij om daar te komen. Maar ja, op zich met een trekker oplegger is het wel goed te doen. Ik zeg, ja, ik heb een LZV bij me, want die boer die heeft zoveel besteld dat ze het met een trekker opleggen niet afkonden. Dus hij zegt, ja, ik ben eigenlijk alleen maar met een trekker opleggen daar geweest. En ja, ik denk dat het met een LZV ook wel lukt, zegt hij. Dus ja, hij is natuurlijk chauffeur, dus ik ga er dan vanuit dat hij wel weet of dat dan makkelijk is, ja of nee. Want als het nou echt heel krap wordt, dan ben ik eigenlijk wel een beetje bang dat het allemaal niet gaat lukken. Qua krappere bochten en mijn lengte, zeg maar. En het is ook nog eens een keer zo, als ik één keer verkeerd draai, dan moet ik dus achteruit. En ik kan eigenlijk met dit voertuig niet zo goed achteruit rijden. Of nou ja, niet zo goed, zeg maar gerust helemaal niet. Dus ja, ik hoop dat dat niet aan de orde is. Dat dat niet gaat gebeuren. Dat ik gewoon rechtuit zo huppatee neerzetten en klaar, collega. Daar hoop ik dan maar op. Ik zie het al, ja, het is een kleine 114 kilometer, ja, 110 ongeveer is het rijden nog. Dus we hebben eigenlijk het grootste gedeelte al wel gehad en we zijn eigenlijk al op weg naar de eindbestemming. We leggen eigenlijk de laatste loodjes richting het eindbestemming. En ja, de spanning begint wel iets meer te komen nou, want ik ben eigenlijk... Ik begin steeds meer te twijfelen of het allemaal wel goed gaat komen. Maar ja, we zullen het zo meteen weten, jongens. Het is niet zo heel ver meer. Zolang de snelweg... Oh, word ik er van twee kanten ingehaald, jongens. Ja, je moet ook niet in het midden blijven rijden. Nee. Zolang de snelweg is, jongens, gaat het goed. En alles wat erna komt, zal een stuk lastiger worden. We hoeven nog niet te tanken, het tankje zit nog vol, dus we rijden hier weer gewoon hard voorbij. Ik zou trouwens wel eens willen weten wat hier de brandstofkosten zijn. Of dat nou zoveel duurder is, maar dat kan ik vanaf hier niet zien. Er zijn er hier even een paar op elkaar geklapt, of er is er, er is er eentje aangehouden. Dat gebeurt hier nog wel regelmatig. Blijf links volgen, daarna links afslaan. Dan gaat hij weer gas bijgeven, joh. Wat een pannenkoek, joh. Neem de linkerafrit. Sla rechtsaf. Ga daarna rechtdoor. Aparte weg in het midden, joh. Dat snap ik even niet. Lijkt wel een fietspad. Zoals je ze in Nederland kent.
Nou, mijn voorspelling die klopt al redelijk. We komen net de snelweg af. En je ziet eigenlijk dat het hier al wel wat smaller is geworden. En dat belooft natuurlijk niks goeds, hè? Want je weet het. Als dit al smal is en je bent nog niet eens op het laadadres, of het losadres moet ik zeggen, dan kan je de klok eigenlijk al erop gelijk zetten dat het nog veel krapper wordt. Ik heb er toch een beetje hard hoofd in gekregen. Maar ja, de wonderen zijn de wereld ook niet uit, hè? Zo kan je het ook bekijken. Ik zal eens eventjes kijken voor jullie hoe ver het nog is rijden. Ondertussen moet ik wel goed op blijven letten. Oh, nog 30, 28 kilometer, jongens. 28 kilometer. Dus het einde is in zicht. Kijk, kijk, dit zijn nou linker dingetjes. Kijk, kijk, shit. Daar liep ik al op vast. Ik had die bocht iets krapper ingeschat dan dat die eigenlijk was. En die TomTom hangt eigenlijk ook net op de verkeerde plek. Want ik zie dus niet wat mij tegemoet komt rijden. Op zich niet belangrijk, maar wel fijn om te weten. Wat heb ik nou geleerd? Dat ik de bochten eigenlijk iets ruimer toch moet nemen. Want hij loopt toch wel iets naar binnen. Heb je nou opgehangen, joh, vlaggetjes allemaal. Zeker een of andere buurtfeest of zo. Wat gebeurt hier nou, jongens? Kom ik in een woonwijk terecht? Oh, dit is echt een plek waar je niet wil komen met de LZV, jongens. Kijk, met een trekker opleggen begrijp ik het allemaal wel. Kijk, hier hebben ze de bushalte. Echt mooi bushalte, jongens. Maar dit is toch geen plek waar je met de LZV wil komen, jongens. Rijd rechtdoor, daarna links. Route herberekenen. Ik snap dat even niet. Blijkbaar denkt hij dat ik aan de verkeerde kant van de weg reed of zo. Maar goed, volgens mij moet ik alsnog rechtdoor, zoals ik op de TomTom kijk. Ik heb zo'n idee dat die boer hier rechts of links in het weiland ligt. Op zich, als je zo vooruit kijkt, ziet het er wel ruim uit. Oh, kijk, je moet opletten, jongens. Ik rijd bijna er voorbij. Hij zegt dus dat ik hier naar links moet. Nou, laten we dat dan ook doen. Kijk eens, jongens. Nou, ik heb er een hard hoofd in, hoor. Ik kan net aan die bocht halen hier. Hey. Jongens, dit is echt... Dit is meer een adres voor een bakwagen, joh. Dit is een adres voor een bakwagen, man. En ik kom hier met een LZV. Hoe kunnen ze nou zo'n adres aan een LZV geven, man? Dan sturen ze toch gewoon twee trailers hier naartoe. Of vier bakwagens of zo. Kijk eens. Ik moet hier door dat hekje heen. Met een LZV, jongens. Oh, dit loopt helemaal uit de hand. Kijk eens rechts in de spiegel. Gaat allemaal maar net, hè? Je kan het ook in het vak zien. Stuurmanskunst heb je hiervoor nodig, jongens, zo. Ja,
ze zeggen wel eens, vaak ben je te bang, hè? En meestal klopt dat ook wel, maar hier naartoe met een LZV, dat is echt geen doen. Moet je kijken, joh, het onkruid hier, moet je toch eens kijken, man. Het onkruid hier, dat groeit gewoon tussen het grind door. En dan willen ze hier, nou, ik zag die boer daar al lopen. Ik vond het een spannend adresje, jongens, hoor. U heeft uw bestemming bereikt. Dus even kijken wat hij allemaal te noteren heeft. Yo, Chevy. Waar wil je dat ik de trailer neer ga zetten? Ja, moet je even achter op je hoofd krabben. Ja, is goed, jongen. Dan zet ik hem daar neer en dan die boer gaat hem dan zelf lossen. Is goed, jongen. Dankjewel, Pik. Nou, ik heb het even die kerel gevraagd en hij zegt, ja, als het je lukt, dan kan je hem even rechts naast het pand neerzetten. Ja, ik ben natuurlijk net door dat stukje heen gekomen, dus op zich moet dit wel lukken. Daar gaan we vanuit, hè. Kijk, daar loopt hij met zijn kruiwagentje. Nou jongens, ik vond dit echt wel een leuke uitdaging. Ik ben blij dat ik niet achteruit heb hoeven rijden. Ja, we zijn natuurlijk nog niet helemaal gelost. Nou, hij loopt gewoon door mijn aanhanger heen, joh. We zijn natuurlijk nog niet helemaal gelost. Ik ga het even mijn best doen. Om dat nog eventjes voor elkaar te krijgen. Als je al ziet hoe ik nu aan het rijden ben, dan heb je al gezien dat het geen doen is wat ik aan het doen ben. Dus ik ga jullie niet te lang ophouden met mijn prutswerk. En voor de jongens die gaan reageren onder mijn YouTube met reacties van, hé jongen, dat kan ik veel beter. Ik zou zeggen, jongens, als je denkt dat je het beter kan, kom maar met wat bewijsmateriaal. Laten we een keer een konvooitje rijden en laat maar zien wat je kunsten zijn. Of stuur maar een videootje of weet ik veel wat je doet. Ik wil wel weten wat jullie ervan pakken als je denkt dat je het beter kan. Dus nou, ik denk dat jullie wel genoeg gezien hebben van mijn gepruts in dit geval. Jullie hebben denk ik wel genoeg gezien van mijn prutsval. Als je denkt dat je het beter kan, kom maar met wat bewijsmateriaal. Dat vind ik wel eens leuk. En misschien kan ik wel wat voor jullie leren ook. Want dit schiet natuurlijk niet op. Ik vond het een leuke uitdaging. Jammer dat ik op deze manier de video moet eindigen. Want natuurlijk had ik graag gezien, of had ik graag laten zien, dat ik hoppakee zo achteruit de dingen inparkeerde. Wat ik met de trekker opleggen wel kan. Dat lukt nog niet. Misschien ga ik wel meer met deze voertuigen rijden, want op zich vind ik het wel leuk en ik moet natuurlijk een hoop leren. En het is natuurlijk niet leuker, of er is niks leuker dan jullie te laten zien hoe ik dat ontwikkel. Dus ja, zorg dat je geabonneerd bent, zorg dat je die duimpjes omhoog doet. En ik hoop jullie bij de volgende video's weer terug te zien. Ik ga nog even prutsen om dit ding erin te krijgen
En ik hoop jullie bij de volgende video's weer te zien. Dankjewel jongens.